iedereen, ik ben net naar de Action geweest. Dat betekent natuurlijk weer een Action shoplog. Ik ben alleen met mijn moeder geweest, dus ik ga alleen de spulletjes laten zien die ik heb gekocht. En het is best wel wat, dus ik ga gewoon gelijk beginnen. Ik heb trouwens hier de bon liggen, maar ik heb echt heel veel moeite, omdat het dus echt best wel veel is om constant alles weer te vinden. Dus mocht ik een prijs kunnen vinden, dan laat ik jullie wel weten. Maar ja, je kent Action, alles is echt gewoon lekker budgetproof, dus geen shocking bedragen. En ik ga gewoon eventjes gelijk beginnen. Nou, allereerst heb ik gekozen voor deze kleerhangers. Ik heb ze wel eens vaker gekocht bij de Action. Want ik vind deze kleerhangers gewoon heel erg fijn. Zorgen ervoor dat je kleding er niet van af glijdt. Want het heeft zo'n fluweelachtig stofje. En dit zijn er 10 stuks voor €2,99. Dus dat is echt heel erg prima. Heb ik ook een nieuwe panty gekocht. Of twee zijn ze eigenlijk. 20 Dernier. Dus die zijn wat doorzichtiger. Het zijn 2 stuks voor €1 nog wat volgens mij. Heb ik nog een paar panties trouwens. Dit is de 20 Dernier. Dit is 1 stuk trouwens. En ja, voelen echt super zacht aan en heel goed. Ik heb nog geen eerdere ervaring gehad met panties van de Action. Dus ook niet met deze. Maar het voelde goed aan, dus ik dacht ik ga het gewoon even een keertje proberen. En dit was ook volgens mij €1 nog wat. Ik heb ook nog een thermopanty meegenomen, want ja, het is natuurlijk heel erg koud buiten. Ik dacht ik neem gewoon zo'n thermopanty mee, want die voelde echt super zacht en lekker dik aan. En je kan ze ook gewoon dragen voor onder een rokje bijvoorbeeld. Verder heb ik ook nog een paar sokken meegenomen en ik heb gekozen voor deze. Het zijn van die ja, grappig funny-achtige sokken met glitters hier erop, roze. Een beetje fijne glitters. En aan de andere kant heb je nog een paar. En die heeft wat grovere glitters. En ik vond ze gewoon heel erg leuk voor als ik thuis een beetje rondloop te wandelen. Ze zijn nogal dun, dus ik ga ze niet echt dragen in schoenen zelf. Maar voor thuis vind ik ze echt heel erg leuk. En deze waren ook niet zo heel erg duur. Deze zijn €1,99. Dus €1 per paar. Vind ik nog best wel redelijk, want ze zien echt heel erg leuk uit. Verder heb ik ook nog een paar smartphone handschoenen gekocht. Als je misschien nog kan herinneren, in mijn New York shoplog heb ik ook van de zulke handschoenen gekocht. Maar ik ben ze eventjes kwijt. Ik heb ze waarschijnlijk verkeerd even neergelegd. Dus ik kwam deze tegen. Deze waren echt maar 90 cent. Dus ik dacht, oh, die ga ik gewoon eventjes meenemen. Nou, bij de schrijfwaren heb ik natuurlijk ook nog wat dingetjes gekocht. Ik heb gekozen voor zo'n pak met metallic paper. En er zitten allemaal verschillende kleurtjes in. Ik zie hier paars, geel, goud, blauw, zilver, roze. En ik vond het gewoon heel erg mooi eruit zien. Misschien leuk voor een do-it-yourself, maar ook wel gewoon om een ja, briefje op te schrijven. Om dat misschien mee te sturen of iets dergelijks. En deze is €1,70. Ook nog dit meegenomen. Dit is inpakpapier. Dus als ik misschien iets van een verjaardag binnenkort heb, kan ik mijn kleurtjes heel cool inpakken in dit inpakpapier. En deze was maar 85 cent. Dan heb ik ook van deze soort tags meegenomen. En dat zijn van die bruine met een touwtje eraan. En dan kan je bijvoorbeeld een naam opschrijven. Vind ik gewoon een heel leuk effect geven aan een cadeautje. Of misschien om een pot heen bijvoorbeeld. Dat je erop schrijft van wat erin zit. Vond ik heel erg leuk. Dus ik heb er gelijk 2 stuks van meegenomen. Oh ja, deze zijn 35 cent per pakje. Dus ik heb er gelijk 2 meegenomen. Want er zitten er 10 stuks in. Ik heb ook nog plakband meegenomen met een plakbandautomaatje. Want die had ik nog niet op mijn kamer staan. Heel erg handig. En dit was volgens mij echt maar iets van 80 cent of iets dergelijks. Ja, 80 cent. Heb ik ook nog een audiosplitter meegenomen. Mijn vriend en ik luisteren wel eens samen muziek. Als we bijvoorbeeld ergens naartoe gaan. En meestal delen we dan een oortje. Dus ieder 1 oordopje. Maar met deze splitter kan je gewoon je eigen oordopjes erin doen. En dan kan je dus dezelfde muziek beluisteren. Maar met je eigen oordopjes. En deze was ook echt maar 80 cent. En ik heb ook gelijk voor hem deze meegenomen. Dit is een connection cable. En dan kan je het ene uiteinde in je smartphone doen. En de andere doe je in de radio van je auto. En daarmee kan je dus heel gemakkelijk gewoon muziek van je telefoon in de auto beluisteren. En hij wilde al heel graag zo'n nieuwe kabel, want degene die hij nu heeft is op of kapot. En deze was echt maar 65 cent. Ik heb nog nooit zo goedkoop gezien, dus dat was echt een hele goede deal. Nou heb ik ook de bekende make-up doekjes meegenomen. Deze zijn 80 cent. En mijn favoriet is deze met die klep, want die blijven gewoon heel erg goed en vochtig. Werken ook gewoon goed, dus dat is echt gewoon iets wat ik altijd meeneem van de Action. En ik heb ook gelijk gekozen om wat nieuwe watjes mee te nemen, want die waren op en dat is natuurlijk altijd handig. Ik kwam ook nog deze reisstekker set tegen. Ik heb momenteel nog niet heel veel reisjes naar ver weg gepland staan, maar het is wel altijd heel erg handig om natuurlijk reisstekkers mee te nemen.
En dit was ook een hele fijne set. Die zetten er 4 verschillende in. Dus hiermee kan je gewoon over de hele wereld terecht. En ze waren heel goed geprijsd. Nou, deze prijs kan ik echt eventjes niet meer vinden. Maar volgens mij was het echt iets van 2 euro of iets dergelijks. Heb ik ook nog een nieuwe aansteker meegenomen. Want ja, ik steek de laatste tijd echt heerlijk overal kaarsjes aan. Vind ik gewoon heel erg gezellig staan. Dus een nieuwe aansteker was wel eventjes nodig. Scheermesjes meegenomen. Dit is de Wilkinson Sword Extra 2 Beauty. En het zijn een soort van wegwerp scheermesjes, maar dan toch wel wat luxer. En dit zijn er 5 stuks voor het kleine prijsje van 1,19 euro. Ik kwam ook nog deze pan tegen. Of eigenlijk is het een soort van kom. En deze is speciaal voor het smelten van chocola op aubaine-marie manier. En normaal doe je gewoon een pannetje in een pannetje, zodat hij op het water hangt. En deze vond ik heel erg handig, omdat hij echt speciaal ervoor is gemaakt. Dus hij kan heel goed zo rustig hangen. En hij heeft ook nog een schenktuitje, waardoor je dus heel makkelijk ook je chocola ergens in kan schenken. Leek me wel heel erg handig en ik heb gelijk zin om chocola te gaan smelten voor iets. En deze was 2,80 euro. Nou, omdat het zo koud is, heb ik ook nog van deze mini warmers gekocht. Dat zijn van die vierkante pakketjes. En die kan je dan bijvoorbeeld in je schoenen doen of in je jaszak kan je die brengen. En dan geeft die 6 uur lang warmte af. En ik dacht, omdat we nog steeds in de... ja, best wel koude winter zitten met hele koude dagen. Is dat misschien wel fijn om mee te nemen. Vooral op die dagen dat je iets hebt van... het kan zijn dat ik een hele lange tijd buiten in de kou sta. Dan kan je gewoon zoiets meenemen. En dit zijn er dus 4 stuks. En die kosten 1,30 euro. Heb ik natuurlijk ook nog eventjes bij het eten gekeken. Daar heb ik deze Carmelo cookies meegenomen. En dat zijn koekjes met... wat stond er nou allemaal op? Met karamel, noten, hazelnoten en crispy rice. En dan met chocola en een koek erin. Klonk echt super lekker, maar ik heb er al een paar gegeten. Of eigenlijk maar eentje en Tara ook. En ze vallen een klein beetje tegen. Dus als je het kan weerstaan, zou ik ze weerstaan. Want ik vind ze niet zo heel erg geweldig. Ondanks dat ze wel heel erg lekker klinken. Het waren niet zo heel erg duur, dus het geeft op zich niet. En met een kopje thee zijn ze gewoon prima te doen. Wat wel veel lekkerder is, is deze kinderbueno's. Die zitten er 3 in per pak. En ik heb er natuurlijk al eentje op gegeten. Want kinderbueno, my god, ik vind het serieus zo ontzettend lekker. Dus die moet ik natuurlijk ook even meenemen. Verder heb ik ook nog een 2-pack van Red Bull meegenomen. Dit is volgens mij 1,99 bij de Action. Dus dat is prima geprijsd. En daarmee, of die drink ik met rietjes. Ik heb hier nog een paar rietjes thuis liggen en die zijn bijna op. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon weer even voor wat nieuwe rietjes. Dit zijn er 200 en ik weet eigenlijk niet hoeveel die dingen kosten, maar... En dan heb ik ook nog een fietslamp. Ja, ik heb gewoon een nieuwe fietslamp nodig, want die van mij die erop zit is nogal kapot aan het gaan. En je moet natuurlijk wel met licht rijden op de fiets. En dan heb ik hier ook nog een haarclip, want ik draag mijn haar altijd in zo'n grote poef. En ook die clip heb ik ergens neergelegd waar ik hem niet meer kan vinden. Dus ik had even een nieuwe nodig. En ik heb gewoon gekozen voor deze met goud en zwart. Want dat was de meest simpele die ik kon vinden. Ik heb trouwens ook nog een pak met popcorn. Hier zitten er zeg maar 3 in. En dit is de zoute smaak. Vind ik altijd heel erg lekker om in het weekend te nemen. Gewoon tijdens een filmpje bijvoorbeeld of een serie kijken. En ik heb ook deze meegenomen. Dit zijn de Micro Heart Marshmallows. En dat klinkt wel heel erg gaaf. Het zijn gewoon marshmallows in de vorm van een hartje. En dat is natuurlijk omdat Valentijn er weer aankomt. Dat leek me gewoon heel erg leuk. En ja, en lekker natuurlijk. Laat dus ook vooral eventjes weten of jullie graag Valentijn geïnspireerde video's willen zien op dit kanaal. En ja, ik dacht misschien vind je het leuk om daar een soort van video's van te zien. Laat ons vooral eventjes weten in de comments of jullie daar zin in hebben. Dan weten wij of we die gaan opnemen of niet. Dan was dit bij deze mijn Action Shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik deze keer heb meegenomen. En laat me vooral eventjes weten welke van deze items jij het leukste vindt bij de Action. En welke jij misschien ook wel zou willen gaan kopen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie snel weer in de volgende. Doei!